Goedendag en welkom bij aflevering 18 van My Career Mode met Manchester United. Volgende wedstrijd spelen we uit tegen Man City en dat is de terugwedstrijd in de Carabao Cup. De eerste wedstrijd hebben we gewonnen met 3-2. Spijtig van de tegendoelpunten, maar hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat we doorgaan. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. En dan zometeen de topper tussen Manchester City en Manchester United in de terugwedstrijd van de halve finale in de Carabao Cup. Goedendag allemaal, welkom in de Etihad Stadium voor de wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United, de Manchester Derby. Liverpool heeft zich geplaatst voor de finale. En nu is het zien wie tegen Liverpool zal spelen. Manchester United, a dominant force in the Premier League, and for so many years, the City, winners in 2012, winners in 2014. They're giving Manchester United a taste of their own medicine. The Etihad Stadium, zal die uitverkocht zijn? Dat is de grote vraag. What a feeling inside the City of Manchester. 20,000 empty seats. Are you fucking sure? Leuk liedje van de United supporters. De Gea, onze topdoelman. En die Etihad ziet er toch redelijk uitverkocht uit. Wel benieuwd naar hoe Man City zal spelen. Want natuurlijk, zij moeten eigenlijk één keer scoren minstens. Als ze winnen met 1-0 zijn zij door. Dit is dan de opstelling. Pep Guardiola heeft voor deze ploeg gekozen. Ederson start in doel, dan Mendy, Rugani, Mangala, Walker, De Bruyne, Gundogan, Silva, Sané, Aguero, Sterling. Dat is een zeer goed elftal. En nu voor Manchester United, Sir Alex Ferguson heeft voor deze ploeg gekozen. De Gea, Idoel, Marcelo, Company, Smalling, Valencia, Pogba, Mkhitaryan, Matic en drie aanvallers, Rashford, Lukaku en Cristiano Ronaldo. En dan zijn we klaar voor de wedstrijd te starten. Dan Silva, maar die bal gaat naast. Dan Rashford, net niet Lukaku, Ronaldo, maar die bal gaat ver naast. Dan Rashford, Matic, gaat naast. Dan Sané Aguero, maar die bal gaat ook naast. En dan gaan we rusten in een eerste helft die gelijk opgaand is. Beide ploegen een paar kansen, maar eigenlijk nog geen enkel schot binnen het kader. Tot nu toe valt de Manchester Derby wat tegen, maar het belangrijkste is dat we nog altijd doorgaan naar de finale. Ruststand hier 0-0. En dan beginnen we aan de tweede helft. Ronaldo, en die scoort. Het belangrijke uitdoelpunt is het feit. Hij scoort zijn derde doelpunt in de Carabao Cup. Of tweede, sorry. Dan Walker. Aguero op de paal. Hier komen we goed weg. Aguero, maar trap naast. Dan Rashford naar Lukaku. Lukaku. Ederson. En weer Lukaku. En weer Ederson. En dan gaat die bal in corner. Wat een kans. Lukaku. Laat het hier liggen voor de wedstrijd dood te maken. En dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen zeer verdiend met 0-1. En we gaan door naar de finale. Over twee wedstrijden gezien. Absoluut de betere ploeg. En de score na twee wedstrijden is 2-4. En dan kan niemand zeggen dat het onverdiend is. Mindere wedstrijd als de eerste, maar zeker nog genoeg voor naar de finale te gaan en Ronaldo met het doelpunt. Kevin De Bruyne, goede ideeën,
maar er kwam niks uit. Eindstand hier, 0-1, Cristiano Ronaldo, we gaan naar de finale. Dan is er een wedstrijd verplaatst. De wedstrijd tegen Chelsea was normaal op 26 februari. Die is nu op 7 maart. Waarschijnlijk zal dat zijn voor de finale van de Carabao Cup die we spelen tegen Liverpool. Dan hebben we een paar mails ontvangen. We hebben aanbieding gekregen voor bondscoach te worden van de Verenigde Staten. Maar dat gaan we afwijzen. Ik wil enkel van Engeland worden. Dan hebben we een transferbod voor Paul Pogba van PSG voor 119.500.000. Dat kan ik echt niet. Dat kan ik echt niet doen, eigenlijk. Maar als we meer dan het bedrag van Neymar willen betalen, geen probleem. Dus 230, zie wat ze daarop zeggen. Dan gaan we naar 220. €200 miljoen. Dat willen ze niet betalen, dan krijg je gewoon een Paul Pogba niet. Denk toch gewoon nou echt dat je Paul Pogba wil laten gaan? Nee. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we thuis tegen Everton in de Emirates FA Cup. Ik zie je graag terug bij de wedstrijd. Hallo allemaal en welkom hier op Old Trafford, Theatre of Dreams, voor de wedstrijd tussen Manchester United en Everton. De papers have been full of it this week and I hope we're not disappointed. FA Cup, een van de belangrijkste bekertoernooien in de wereld. En we hebben echt wel een doel gesteld. Finale spelen en liefst ook die een beker pakken. Ik wil zoveel mogelijk bekers pakken dat ik kan pakken. Dat is heel belangrijk voor een club als United. Speler te kijken is Wayne Rooney, onze ex-publiekslieveling. Speelt tegen zijn oude club. Maar ik denk niet dat er veel haat zal zijn tussen hem en Old Trafford. Dit is dan de Manchester United's line-up. Sir Alex Ferguson heeft gekozen voor De Gea in doel, Lindelöf, Jules Rojo, Jan Carrick, Ndidi, De Rossi, Martial, Lingard op de 10 en Ibrahimovic in de spits. Ndidi ziet dat hij daar rots is gekomen, een paar zeer goede wedstrijden gespeeld. En verdient zeker voor je in de basis te staan. Dan David Unsworth heeft voor deze ploeg gekozen. Pickford in doel, dan Martina, Jagielka, Keane, Rose, Barkley, McCarthy, Gueye, Sigurdsson, Rooney op de 10 en Nias in de spits. For a long period, this was a place where Manchester United seemed to be totally unbeatable. Oliver Langford. But then they've had one or two changes of management, of course, which is always likely to happen when in Everton Alex Ferguson retired after so many years. Starten. And some of the visitors have been able to come away with points which they would never have expected to get in the past. Yeah, maybe the fear factor has diminished, and it's up to the manager that's in place and the time to try and build that back up again for Mike and Alex. And then Ashley Young. De voorzet, Lingard, maar Pickford pakt. Dan Ibrahimovic naar Martial. En Martial legt de 1-0 binnen na 18 minuten spelen. Anthony Martial, 1-0. Mooi samenspel met Zlatan, mooi doelpunt. Dan Young naar Martial, kapt en trapt en die gaat
erg mooi binnen, paal binnen. 2-0, 21ste minuut. Eigenlijk de 22ste minuut. En zou de wedstrijd nu al gespeeld zijn? Anthony Martial, goede wedstrijd aan het spelen. Voor Martial is het zijn tweede doelpunt van de dag en zijn derde in de FA Cup. Dan Ashley Young. En Martial met de kop. En oh, wat een kans van Carrick, maar Pickford met redding. Dan Young, nog een keer. Dan Martial, maar weer Pickford. En het spel wordt stilgelegd, want er is een speler blijft liggen. Het is Jesse Lingard. Jesse Lingard, onze jongster. Ja, wedstrijd gedaan. En hopelijk valt de blessure mee. Dan komt Edwards, onze jeugdspeler, Lingard vervangen. En dan is de eerste helft afgelopen. We staan voor met 2-0. Een goede wedstrijd, maar heel jammer van Lingard. Ik kan het niet genoeg herhalen. Ik hoop echt dat het meevalt. Want ik heb hem eigenlijk in die tweede ploeg echt wel nodig. Ruststand hier op Old Trafford. 2-0 voor United. En dan starten we de tweede helft. Dan Bolasi. En Niasse legt hem over. Grote kans Everton. Dan Martial. Dan Edwards. En Pickford met de redding. Eerste kans voor Edwards. Dan Bolasi, Niasse, Rooney. En Rose. Maar die bal gaat voorlangs. Ibrahimovic dan naar Carrick. Carrick. Recht op Pickford. Carrick nog eens. En die raakt de paal. Dan Niasse. Niasse met de aansluitingstreffer. 85e minuut. Komt hij te laat of niet? We weten het niet. Dan Niasse. Rooney. Die bal gaat net naast. Dan Martial. Naar Edwards. Edwards. En weer Pickford. En dan is de wedstrijd afgelopen. Het werd nog spannend op het einde. Maar we zijn erin geslaagd voor naar de volgende ronde door te gaan. Zeker verdiend. En toch zeker geen slechte invalbeurt van Edwards. Everton ligt uit de FA Cup. En United gaat door. Man van de wedstrijd, Anthony Martial met zijn twee doelpunten. Hij heeft er toch wel voor gezorgd dat we doorgaan naar de volgende ronde. Eindstand hier. 2-1, doelpunten van Martial. Tweemaal en Niasse voor Everton. En dan hebben we een mail ontvangen van het hoofd fysiotherapie. Er is een speler geblesseerd. Jesse Lingard. Hij kan 8 weken niet spelen door een ontwrichte schouder. Dit is zeer jammer. Jammer, maar... komt goed. Komt goed. Dan hebben we een transferbod ontvangen voor David De Gea van Tottenham van 64 miljoen. Maar dat gaan we absoluut afwijzen. Dan is er een wedstrijd verplaatst. De wedstrijd tegen Huddersfield was op 5 februari. Die gaat nu naar 21 februari. Dan hebben we prijsgeld ontvangen. 102.220 euro. Omdat we door zijn naar de volgende ronde. Dan hebben we inleenaanbod voor Ashley Young. Maar dat gaan we afwijzen. Dan hebben we een transferbod ontvangen voor Antonio Valencia. Van 14.200.000. Je moet er mee voor kunnen krijgen. Dus we gaan onderhandelen. Want ik heb eigenlijk echt wel geld nodig... voor spelers al te contacteren, transfervrij voor het volgende seizoen. Dus dan gaan we naar 20 miljoen. Ze blijven bij hun prijs. Dan gaan we naar
18.500. En dat willen ze niet, dus Valencia blijft bij ons en nog altijd geen geld. En dit was het dan voor deze aflevering. Een goede aflevering. We zijn door in de Carabao Cup, we zijn door in de FA Cup. Dus, leuke aflevering is het. Volgende aflevering starten we met de wedstrijd uit tegen Tottenham. En natuurlijk de laatste dag van de transferperiode. Hopelijk kunnen we een speler verkopen en kunnen we Alexis Sanchez en Joe Hart transfervrij overkrijgen voor volgend seizoen. Maar dat ziet u in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.